AZC aan de Dommer van Poldersveldweg in Nijmegen heeft maandagochtend een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is één persoon licht gewond geraakt. Politie was bij het pand aanwezig en is nog op zoek naar de verdachte die uit het raam van de begane grond is gevlucht. De politie zocht met behulp van een speurhond naar het wapen. De identiteit van de verdachte is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was. De verdere toedracht wordt nog onderzocht door de technische recherche.